Goedenavond, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandag de 1 april. En het is al 10:30 geweest. Nee, 10:55. Ik ben doorgegaan met de ondertitelingsklus. Nee, het is nog niet af. Maar wel bijna. Het is echt wel bijna klaar nu. En als je er eenmaal een beetje handigheid in krijgt, gaat het ook wel steeds makkelijker, moet ik eerlijk zeggen. En nu ben ik de mol aan het kijken en ik kan gewoon niet stoppen. Dus ik ga, het is nog een half uurtje, dan maar een keertje later naar bed. Maar ik moet hem echt even afkijken, anders kan ik niet slapen. En niet op social media en zo. Dat was wel een ramp om dat vandaag te mijden. Alhoewel dat wel meeviel, want ik heb een vrij drukke dag achter de rug. Ik heb zojuist de weekvlog, weekendvlog natuurlijk afgesloten. Nee, dat hebben jullie daar al gehoord. Dat ging ook weer lekker. En ik heb een hele drukke dag op mijn werk gehad. Daarna heb ik zangles gehad, weer sinds een lange tijd. Ook wel weer geweldig. Superleuk om weer te doen. Als ik genoeg durf heb, zal ik er eens een keertje een stukje vloggen. Als dat van haar mag, want het is bij haar thuis. Dus ik weet niet of ze daarop zit te wachten. Maar goed, dat zal ik dan nog even met haar bespreken. En daarna ben ik thuisgekomen, gegeten. En ben ik dus weer aan de edit gegaan. Morgenavond moet ik de weekendvlog editen na het kaarten. Maar dat vind ik wel lekker, want dat doe ik altijd wel. Want woensdag ben ik weer gewoon lekker vrij. Dus dan heb ik ook tijd om dit klusje af te maken. En dan kan ik het woensdag inleveren als ik klaar ben. En misschien maak ik het morgen ook nog wel even af. Het ligt er een beetje aan hoe lang het editen van de weekendvlog duurt. Maar goed, nu ga ik. Want anders zit ik nu weer uren te lullen. En dan ga ik helemaal laat naar bed. Kijk, die staat nog op wintertijd. Ik ga. Oh, nog even één ding. Ik was vanochtend op de fiets naar mijn werk gegaan. En ik zag het zonnetje zo lekker. Dus ik denk, nou hè, geen probleem. Vergeet ik even dat het natuurlijk in de natuur gewoon nog een uurtje eerder is. Nou, ik had een paar ijshanden toen ik aankwam. Het was 2 graden buiten. Ik was wel wat bevroren. Maar goed, wel op de fiets naar mijn werk gegaan. Helemaal goed. Tot morgen. Zo, goedenavond. Of ja, wat is het? 7:05, dus. Technisch gezien is het avond. Ik heb wat dingen besteld bij AliExpress die ik jullie even wil laten zien. Ik wilde eerst een AliExpress shoplog opnemen. Daar ben ik te ongeduldig voor. Dan moet ik al die pakjes laten liggen tot ik er genoeg heb verzameld om er een aparte video van te maken. Zolang kan ik toch helemaal niet wachten, jongens. Daar ben ik veel te nieuwsgierig voor. Ik pak even mijn koffie hoor. Want we gaan zo kaarten. Dus voor die tijd ga ik even een bakje drinken. Ik had van de week ook al oorbellen binnengekregen. Die heb ik volgens mij nog niet laten zien in de weekendvlog. En anders zie je ze nu nog een keer. Maar dat zijn deze ringetjes met van die wespjes of vliegen of wat het ook zijn eraan. Die heb ik al als stekertjes. Maar ik vond ze dus met ringetjes daaraan ook wel super schattig. En dan heb ik nog deze oorbellen gekocht. Die ik ook wel heel erg leuk vind. En dat zijn deze. En dan ga ik ze even indoen. Volgens mij zijn ze wel grappig. Maar ze zijn zwaarder en groter dan de oorbellen die ik tot nu toe gewend ben. Dus ik ga ze even indoen om te kijken of ik het een avondje volhoud, zeg maar. Want ja, ik ken mezelf een beetje. Nou, leuk toch? Wat heb ik nog gekocht? Oh, die heb ik al op de koelkast geplakt. Die ga ik ook weer even halen. Jongen, jongen. Lekker voorbereid ook weer. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb wat koelkastmagneten gekocht. Verschillende soorten. En dit is er één van. Een bonbonnetje met een cashewnoot erop. Hoe schattig is dat?
Nou, daar wil ik dus nog meer koelkastmagneten op de koelkast hebben. En ik heb een, dacht ik, beauty spons, make-up spons gekocht. Maar hij zit ook echt in de verpakking van een echte beauty blender. En ik moet eerlijk zeggen, hier voel ik me dan altijd weer een beetje schuldig over. Omdat ik het, ja, ik ben niet voor merken namaken. Weet je, ik vind het leuk als je ergens een dupe van maakt. Dus dat je geïnspireerd op een duur merk iets maakt. Maar wel zo duidelijk dat het niet dat merk is. Maar dit is gewoon jatten. Ik bedoel, normaal gesproken doe je voor een beauty blender, geloof ik. Nou, wat zal het zijn? 20 euro betalen of zo. En deze was uit mijn hoofd 1 of 2 euro. Natuurlijk niet helemaal. En geen idee of die net zo goed is. Maar hij voelt op zich wel aardig. Ik ben benieuwd als je hem nat maakt of die dan inderdaad ook groter wordt. Maar ik vond het kleurtje ook wel grappig. Dat groene. Want dat zie je dus niet. Beauty Blender is meestal roze of paars of zo. Maar ik vond dit wel een leuk kleurtje. Dus nou ja. Oké. Die heb ik ook gekocht. En ik heb nog... dus nog veel meer gekocht. Maar die dingen zijn nog niet binnen. En dan vind ik het dus... ik moet er niet aan denken om die pakjes gewoon hier weken te laten liggen. En dan voor een video te gebruiken. Dat kijk niet aan. Oh ja, deze had ik ook nog gekocht. Dit is een ring. En hij werkt in principe wel. Dat staat er. Hier staat het al op. Ik weet niet of je dat C'tje... Zie je dat? Ja, dat C'tje kan zien... maar als je deze ring omdoet, meet hij je temperatuur. Of tenminste, hij doet een indicatie daarnaar. En het grappige is dat ik bij AliExpress altijd denk... Oh, groter bestellen dan je nodig hebt. Want hè, die Aziatische maten met die hele teeny kleinere vingertjes... Maar ik had even niet gezien dat ik een herenring had besteld. En ik heb hem in het grootst besteld. Dus ik weet het niet hoor. Maar nou heb ik niet van die hele subtiele duimen. Maar zelfs daar is die veel te groot voor. Maar het grappige is als je... Moet ik even kijken of ik het kan laten zien. Ja, als je dus je... wacht, dan probeer ik het even zo te doen. Als je dus je hand er tegenaan houdt, bij een bepaalde temperatuur komt er een cijfer in te staan. Hier zie je 29 bijvoorbeeld, maar ook 31. Ik weet niet of je het kan zien hoor, maar in ieder geval dus hij werkt wel. Dus als je vinger groot genoeg zou zijn om deze ring om te doen, dan zou je dus... kunnen zien wat je temperatuur is. En ik hou wel van dat soort snufjes. Ik vind dat dan wel grappig. Maar goed. Ik heb er dus geen moer aan. Want hij is veel te groot. Nou. Die koorbellen zitten lekker. Nu al. Je voelt wel gedik. Maar op zich. Denk ik wel dat ik ze. Wat ik er zo van zie. Wel leuk vind. En ik ben ook steeds meer aan het experimenteren met mijn haar. Jullie hebben al gezien. Ook. Die foto op Insta dat ik het dan, en van het weekend dat ik het dan helemaal vast had. En nu dacht ik, halve staart. Is misschien ook wel weer leuk. Ik ga even lekker mijn bakje opdrinken. Erg leuk. Ik zit mijn weekendvlog net te editen. Ik moet echt even beter kijken wat ik film. Echt dik een minuut lang mijn BH in beeld. Die hang ik dan hier over de stoel. En dan zit ik zo gezellig te filmen. Sorry! En toen was die bijna klaar met renderen. En toen ontdekte ik een foutje. Hij is nu weer op 5%. En ik wil naar bed. Want het is al 10:50. Maar goed, ik wacht nog even tot hij klaar is. En dan ga ik naar bed. Ik wilde die editklus met dat ondertitelen. Want ik ben er echt bijna. Nu nog even afmaken, maar dat wordt morgenochtend. Want dat wordt me nu echt even te laat. Dus ik zie jullie morgen weer gezellig. Zo, goedemorgen. Het is 8:05. Ik ben al een poosje bezig, want ik heb de vlog opnieuw moeten renderen vanochtend.
Ik weet niet of ik jullie dat gisteravond nog verteld had. Even maar een beetje hoor jongens, want ik zie af en toe beelden voorbij komen vanochtend dat ik denk... Maar ja, ik heb dan ook... Als ik wil kletsen, wil ik kletsen, toch? Maar goed, in ieder geval... ik had maandagavond wat problemen met het ondertitelen van die vlog. Ik had wat instellingen veranderd en ik was iets kwijt. Dus Ronald heeft me toen even geholpen door alle standaard instellingen weer in te zetten. Nou, gedoe. Waardoor ik dus mijn render instellingen kwijt was. En ik gisteren 3 keer die vlog heb gerenderd en maar geen mp4 bestand naar voren getoverd kreeg. En ja, zoveel verstand heb ik er nou ook weer niet van. Ik weet hoe ik het moet doen, omdat het me geleerd is. Maar als er dan iets verandert, dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, ik heb het inmiddels weer teruggevonden. Dus weer opnieuw gerenderd. Nu staat hij up te loaden. Dus als het goed is, nou ik denk over 5 minuten moet hij dan wel online staan. Dus een uurtje later dan gepland. Helaas. Zo, daar ben ik weer. Had ik al mijn outfit laten zien? Ik weet het niet meer. Ik had die oorbellen toch gekocht. En dit truitje. Vond wel een leuke match. Ik heb even boodschappies gedaan. Gewoon even wat rauwkost. Tenminste een komkommer, 2 paprika's. Wat olijfjes. Een fles cola light. En een pakje kipfilet voor brood. En eindelijk heb ik mijn schaaltjes kunnen halen. Ik ben er echt zo blij mee. Want ik had eerlijk gezegd niet meer verwacht dat ik ze ooit nog kon bemachtigen. Want het duurde maar en het duurde maar en het duurde maar. Maar eindelijk kreeg ik een mailtje van Albert Heijn dat de bestelling binnen was. En dat ik ze op kon komen halen. Dus nou heb ik eindelijk nog 6 van die schaaltjes erbij. Dus heb ik er 8 en van de borden heb ik er dan van allemaal 6. Helemaal top. Oh, en nu ga ik even naar de dokter. Ik moet even naar de huisarts. Ik heb gigantisch last van mijn benen de laatste weken. Heel veel last van spierspasmes en spierkrampen. En ik heb wel vaker stijve spieren. Dus, en meestal gaat dat ook wel weer over, maar... De laatste tijd wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dus eventjes naar de dokter maar. Ik zie jullie straks. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb inmiddels ook al gegeten hoor. Het is nu 6:10. Ja, we eten altijd vroeg. Nog even lekker met mijn neefje gespeeld. Dat is ook superleuk. De oudste was er niet. Die was naar een kinderfeestje. Nou, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En ik ben bij de huisarts geweest. Ik heb een doorverwijzing gekregen voor de revalidatiearts. Dat dacht ik eigenlijk al. Daar heb ik ook eigenlijk zelf om gevraagd. Tja, de huisarts kan er gewoon niet zo heel veel mee. Ja, spierverslappers geven. Maar dan ben ik bang dat ik het stukje wat ik zeg maar nog kan staan en lopen. Dat me dat dan ook niet meer lukt. Dus daar, dat ziet niet echt zitten. Dus nou, dan maar hopen dat de revalidatiearts snel plek heeft. Ik kan morgen bellen om een afspraak te maken. Mijn eigen revalidatiearts werkt er niet meer, heb ik inmiddels al begrepen. Oh, wauw. Het gaat ineens heel hard regenen. Geen idee of je het kan zien. Maar het komt echt loodrecht naar beneden. Kijk of ik het kan laten zien, hoor. Ja, volgens mij zie je het wel. Dit komt echt loodrecht naar beneden. Nou ja. Gelukkig zit ik binnen en hoef ik er ook niet meer uit. Dat scheelt. Revalidatiearts. En dan hopen dat ik daar snel terecht kan bij een nieuwe revalidatiearts. Dat wel, maar goed, dat maakt niet uit. Het verhaal is duidelijk en ik hoop dat er net zo'n duidelijke oplossing voor te vinden is. We gaan het zien. Een hele goede morgen. Zo, weer lekker blauw. Zou dat dan toch doorkomen? Zou dat dan... Ja, dat lijkt dan van buiten te komen. Maar als ik zo naar buiten kijk, is het lang niet zo blauw als het lijkt. Maar goed, maakt niet uit. Donderdagochtend. Ik ben aan het ontbijten. Tenminste, ik ga net ontbijten en dan naar mijn werk. Druk dagje vandaag in de zin van eerst een werkdag. Dan moet ik voor mijn nagels en vanavond heb ik dansles...
En dat gaat eigenlijk allemaal in één moeite door. Dus ik neem de camera mee. In tegenstelling tot normaal. Omdat ik ook niet meer thuis kom tot vanavond. Nou, wat zal het zijn? Een uurtje of 10:15. Dus ja, dan wordt het wel heel weinig vloggen anders. Dus ik neem jullie mee en dan kijk ik even waar ik kan vloggen. Maar eerst even ontbijten. Zo, goedemiddag. Inmiddels zit de werkdag erop. En ook ben ik al naar de nagelstyliste geweest. Ik was mijn camera in de auto vergeten. Ik had daar graag een stukje gefilmd, maar misschien kan dat de volgende keer als ik ga. En dit zijn ze geworden. Ik vind ze heel tof. Het is een soort... Ze doet er eerst een nagellak, doet ze erop en dan doet ze er een poeder overheen. Ik vind ze wel echt heel gaaf. Ze had ze zelf ook. Dus daar doe je dan altijd wel weer leuke inspiratie door op. En toen zei ik, oh, die wil ik ook wel. Het is nu vast rond 1:08. Even kijken. Oh, nou. Dat zie je lekker maar niet eens. Nu wel. 8:05. Ik ga richting de dansschool. Les begint natuurlijk pas om 9:00. Maar ik ga... Ja, de dansschool is hier vlakbij. En mijn... Huis is ongeveer aan de andere kant van Den Haag. Dus dat schiet niet op om dan nog terug te gaan. En ik vind het ook niet te erg om een lesje te kijken. Ik vind het juist wel leuk. Dus dat ga ik doen. En heb ik jullie verder dan nog wat te melden? Nee, eigenlijk niet. Ik heb lekker gewerkt vandaag. We hadden vanmiddag een bijeenkomst weer. Ja, ik werk bij de gemeente Den Haag. En mijn eigenlijke functie is... Eigenlijk meer het sociaal-juridische dienst verlenen. Dus echt mensen helpen die daar behoefte aan hebben. Maar ik heb een opleiding gedaan. En die heb ik in 2017 heb ik die afgerond. Dat was de HBO Bestuurskunde Overheidsmanagement. En ja, ben ook wel toe aan wat nieuws. En ben ook eigenlijk wel heel erg bezig met andere werkzaamheden. Ik krijg heel erg de kans om ervaring op te doen in het vak waar ik naartoe wil. Of tenminste, niet helemaal, maar toch ook weer wel. Nou, het is een beetje lastig om uit te leggen, omdat ik niet te inhoudelijk daarop wil ingaan. Maar, dus ik doe heel veel andere werkzaamheden dan eigenlijk mijn oorspronkelijke werk. Maar dat betekent ook veel in overleg zitten en dat soort dingen. Dus ja, dat brengt het dan wel met zich mee. Maar goed, dat is niet erg. Ik ga lekker naar de dansschool. Hey, we zijn op dansles en er wordt hier aan het ritme gewerkt. Ik ga het even laten zien, ik vind het wel tof. Dag van de week alweer, jongens. Het was gisteren echt super leuk met dansles. En op Insta kun je ook zien wat we geoefend hebben, namelijk de dip. Zijn we echt super lang mee bezig geweest hoe we dat er nou een beetje mooi en leuk uit kunnen laten zien. En nou, gelukkig uiteindelijk is het gelukt. Echt heel gaaf. En ja... Dat was echt, en dat in de pauze even muziek maken. Ja, die heren die kunnen er wel wat van. Dat is echt superleuk. Nu werken, tenminste. Ik hou ik even mijn ontbijtje naar binnen en dan ga ik werken. En dan zie ik jullie gezellig vanmiddag weer. Zo, weer thuis. Leuke dag gehad op mijn werk. Mijn haar zit voor geen meter, maar ik ga zo douchen. Want morgen een hele leuke dag op de planning.
echt superleuk. Ik ga met Laura op stap. We gaan naar Duitsland. En wat nog iets halen voor de bruiloft. En waarom zou je dan denken helemaal in Duitsland? Nou, omdat er toch ook een DM zit en een gig zit. En dat altijd leuk is. Dus we gaan gewoon een lekker een dagje met z'n tweeën op stap. Heel veel zin in. Dus straks ga ik niet zo, ja, douchen en vroeg naar bed. Oh, mijn haar zit echt... Nou, ik ga er niet meer naar kijken. Ik ga het zo wassen. Dat helpt vast. Ik heb net die klemmetjes uit mijn haar gehaald. Maar dat had ik beter niet kunnen doen. Goed. Ik ga deze weekvlog afsluiten. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Een beetje mijn standaard riedel. Kijk, die droge lippen. Nou, ik moet gewoon even niet meer te veel naar mezelf kijken. Want ik zie van alles en nog wat. Dankjewel voor het kijken en ik zie je in de volgende video of vlog. Doei doei!